Welkom terug, dit is The Dragon. We spelen nog altijd Europa Universalis 4 met de Duitse orde, The Truce. Van de Coalition War is al bijna voorbij. Betekent dat de druk zo meteen weer op mijn leger komt te liggen. En dan lijkt de mannen natuurlijk ook even vriendjes maken met Turkije. In de hoop dat zij misschien buiten die oorlog blijven. Want als zij niet meedoen, dan zou me dat een hoop schelen. Ondertussen is Oostenrijk hier volledig de controle kwijt. Waarschijnlijk krijgt hij daar gewoon geen soldaten naartoe geleverd op de een of andere manier. Misschien moeten wij hier even in. Nou, Brabant is natuurlijk ook geen verkeer. Wow, ik dacht dat we vriendjes waren. Nou, unlawful territory. Ja, oké, dat helpt inderdaad niet. Gotcha. Hoe is die min 200? Zit het vooral in aggressive expansion? Ja, toch wel. 188. Hier ook. Bouwt zich dus niet zo makkelijk af. Dat kan nog een probleempje worden straks. Wat is hier aan de hand? Oh. Denmark is weer weg. Kunnen we straks in de peace deal wel nog een keer van hem eisen dat hij het teruggeeft. Dat zou wel lachen zijn op zich. Oké. Nou, we zullen wel ballen hebben, want volgens mij heeft hij dan ook een truce gebroken, maar dat terzijde. Ja, want met hem is de truce nog... Nou ja, zijn keuze. Claims fabricated. Oeh, goedkope leger. Zeker lekker. Pakken we gelijk mee. Een nieuwe aflevering, dus weer een claimpje. Wie wil je nu ergens? Nee, is van mij. Friesland joins the Republic. Oké. Gain mercantilism, gain loyalty. Yes, prima. Ja, kom maar door, ik heb er niet zo last van. Nou, ze zijn wel onderling, de coalitie zelf is onderling aan het vechten. Dat is natuurlijk voor mij wel heel gunstig. Lijkt me sterk dat ze dan allemaal tezamen dadelijk ook weer richting mij gaan. Tenzij ze dat snel bijleggen natuurlijk. Twee cores hier. Alright. Van wie wordt die? Ik neem de Saxen, oké. Ik voel natuurlijk ook als ze onderling inderdaad te vuist gaan, dat ik ze daar gewoon zelf de oorlog kan verklaren. Truce is echt tot, ja, 51. This changes everything. Manufactories. Oké. Eerste fabriek, of begin van de mechanische productie in ieder geval. De fabriek is natuurlijk groot woord. Waar is dit begonnen? Het is leuk zijn als het een keer bij mij zit. Oh, nou, wauw. Ja, top. Nice. Dit zit dus inderdaad bij mij. Oh, heerlijk. Dat is perfect. Ja, niet perfect. Perfect was hier of zo geweest, maar hier doe ik het zeker voor. Warschau dus. Ondertussen weer even de timer zetten. Oh, had ik al gedaan. Poland has embraced manufacturers. Yep. Oké. Dan kunnen wij dat recall, ja. Dan kunnen wij hem ook vrij snel embracen, denk ik. Nee, totaal niet. Polen wel, betekent Hongarije en Litouwen. Ja, Litouwen krijgt het dan ook snel. Maar hier, die vervelende coalition members hier, die hebben pech. En die kunnen het pas krijgen op het moment dat ik het embrace. En dan breng ik het pas helemaal deze kant op. Dus ja, de power ligt bij mij, om het zo maar te zeggen. En tegen de tijd dat zij het hier dan willen embracen, dan kan ik het zo'n beetje gratis activeren, denk ik. Dan moeten zij dus nog in de buidel. Dus dat is op zich allemaal gunstig. Ja, nee, helemaal goed. Oké, het is 51. Frans, weer controle over de church, ondanks dat ik daar ook wat puntjes had zitten. Hij is in twee oorlogen zelfs. Volgens mij heeft hij zelfs een soort coalitieoorlog tegen hem. Oh, dit zou perfect zijn. Ik ga mijn leger activeren, want ik denk dat we er zo toch een beetje lol kunnen trappen. Hoppatee. Unrest min 2, helemaal mooi. Waar is army number 2? Up here. Get yourself in here. Een beetje deze kant op. Zit hier wel wat piraten, daar moeten we eens even wat aan doen. Hunt pirates in Lubeck. Oké. Het is mooi dat ze elkaar nog een keer treffen. Dat gebeurt dan blijkbaar niet. Of we hebben ze al weggejaagd. Truce expired. Oké. Dus nu kan er nog een coalition war komen. Ik kan hem ook zelf opstarten. Kijk. En dat is wat ik bedoel. Saxony, already in a war. Nassau, already in a war.
Breaking Truce? Hou eens even. Wat nou Breaking Truce? Ik heb geen truce met jou. Wat is dit dan? Declare War? Ah, wacht, daar gaat hij. Nog een hoop truces die weg zijn. Bam. Oh, je gaat niet meer dat ik geen claims op hem heb. Dat is dus wel het geval. Man, dat is irritant. Alright, fabricate claim. Build spy network. Bla bla bla. Dit is wel het moment om in te grijpen hoor. Build spy network. Confirm. Ik denk als ik nu de oorlog verklaar, en misschien zelfs niks ijs op het einde, heb ik in ieder geval nog enemy of the enemy, waardoor ik met sommige van deze ook vriendjes word. Of in ieder geval wat betere relaties opbouwen. Ik had wel al wat punten, dus dat scheelt. Nog goedkoper leger. Mooi. Ik vind 20% nu. Ja, 20 punten. Dat zal wel niet genoeg zijn trouwens. Breslau is natuurlijk wat ik wil hebben. Fabricate. Breslau. Oké. Oké. Kom maar weer terug. 3 dagen zijn voorbij. Diplomacy. Declare war. We krijgen oorlog met Hamburg en de Ottomans. En that's it. Ja, dit moet gewoon. Dit is een te mooie opportunity om het te laten liggen. Oké. Confirm. 1 hier. 1 daar. Jij kan voorlopig eerst even daar aan de bak. Split. Dat is een ander. Dit is allemaal bezet door Saxony. Ja, hij is sowieso de klos. We vechten dus 55 daar. Ja, dus die 141 van die Turken natuurlijk. Nee, ik heb er meer dan 55 mag kopen. Nee dus. Cavalry gaan we iets meer. Artillery veel minder. Het zou mooi zijn als jij al in een oorlog zit. Nee dus. Dan is het hopen dat je niet deze kant op mag. Nog meer loyalty voor de burgers. Yes please. Goed de kaart in de gaten houden. Die is gevallen. Merch. Goed op elkaar blijven zitten. Wat is een mooie plek om dat Turks leger op te wachten. Dat is natuurlijk hier. Daar kom ik nu net te laat achter. Er zijn er wel maar 40.000. Hij moet blijkbaar via hier komen. Het Oostenrijk zal hem nooit toegang geven. Dat kan ik me niet voorstellen. Hij gaat daar omheen. Damn you. Geef jij toestemming. Heb ik toestemming? Ik zie hem er niet bij staan. Oh ja. Ja, hij geeft hem military access. Oké. Dit is niet mountains, dat ook niet. Nou ja, dan wachten we je daar maar op. Toch een keer voorkomen, zullen we maar zeggen. Dat wordt slag. Is het mountains? Nee, het is hartstikke plat. Mooi. En that's a win. En je vlucht naar boven, dat is perfect. Ik weet niet waar dit toe gaat, maar... ik kan in ieder geval volgen. En een beetje deze kant op, zo. Zouden we hem ergens toch tegen moeten komen, zou je zeggen. Ja. Je gaat naar Rostock. Perfect. Doe mij met je mee. Ja, daar heb ik hem weer. Mooi. Geen general ook. Perfect. Dan moet ik een stack wipe kunnen komen, zou je zeggen. Gain mercantilism, yes. Oeh, dat is een half leger stuk. De vraag waar die nou naartoe vlucht. Maakt me op zich ook helemaal niks uit, maar... waarom kan hij wel die kant op en ik niet? Ja, hij trekt zich natuurlijk terug. Alright. We zijn in oorlog met... Oh, Hamburg. Oeh, now we're talking. Select. Oh, daar zit nog een leger van hem. Of is dat gewoon het? Dat is gewoon het leger. Is er iemand dit nog aan het siegen? Ik neem aan van wel. Maar dat ziet hem blijkbaar niet op. Dat was een stack wipe of is hij er nou vandoor? En waarom is die vloot zo beschadigd? Oh, jullie hebben natuurlijk die piraten bevochten. Select mission, protect trade. We hebben flink wat schepen bijbouwen. Zo, off you go. En dan gaan we richting Lubeck.
Dit gaat wel even duren. Colony self-sustaining. Go to excellent. Oké. Send. En doorsturen. Terug naar huis. Lose devotion of lose prestige. Doe maar een beetje minder devotion. One against natives. Oké, ik neem aan dat hier nu heel snel een peace deal komt. Daar komt in ieder geval een leger aan wat we even moeten opwachten. Mooi. Wow, dit gaat vrij slecht. Uiteindelijk nog wel, maar... iets makkelijker verwacht. Split. Loan offer from Venice. Ja, op zich prima. You. Ik weet niet dat het gratis geld is, maar... Yo, pirates. Damn. Gaat ook eens weg, joh. Let's see. Ports are blocked. Ja, dit is allemaal geen oorlogsvloot. Ik haal deze ook even weg. Dit is zo hopeloos ouderwets. There you go. Leningje van Polen. Prima. Tork. Oh, dan komt hij daar. Prima. Ga daar maar lekker wat siege. Helemaal geen last van. Lekker zijn als... oh, iets minder. En daarna ga je weer terug. En daarna ga je ook weer terug. Zo. Nog een loan offer. Prima. Even rebelletjes afslachten. Manhattan is ook kort. Mooi. Blijkbaar ook een nieuw staatje. Core. Oké. Het is nog geen eigen land. Of een vazal of wat dan ook. Ha, gaat iemand dit nog even oplossen, deze oorlog? Blijkbaar niet. 40 daar. Daar komt hij aan. Die kunnen we pakken. Ja, dan gaat hij weg. Nee, toch niet. Mooi. Dat is... ja, dan zijn die Turken toch helemaal niet zo gevaarlijk als ik dacht. Which is a good thing. Split. En hier. En daar. Nieuwe emperor. Opnieuw van Saxe. Ja, die staat dik te winnen. Dus die heeft zijn puntjes wel voor elkaar. Daar, Neutatonic Order. Berlin is nog steeds gevallen, maar waarom duurt deze oorlog nog zo lang? Je bent aan het vechten met... Augsburg, boom, dat soort dingen, oké. Okay. Merch, zijn het allemaal? Ja. Yeah. Protect trades. Lubeck, off you go. Renting the army, 411. Daar heb ik niet zoveel aan, maar toch bedankt. Siege of Hamburg is over. Perfect. Dan kunnen we... ja, misschien moeten we gewoon richting Turkije gaan. Dan zie je gewoon eens even wat gaan opsnoepen. Dat zou helemaal lachen zijn. Weer een slag. Zou die Turkse vloot hier dan gewoon rond zitten? Dat moet wel bijna. Doe mij met 10 diplomatic power. Oké, dat is de timer. Dat betekent dat we gaan afronden in een toch wel wat bijzondere aflevering. Dus bewust een oorlog met Turkije. Dat gaat... ja, dat gaat eigenlijk gewoon goed. Ja, ze winnen hier wel wat, maar... ik, oh, wacht. Daar komt weer iets aangelopen. Oh, perfect. Ja, ga daar maar naartoe. Helemaal goed. Aansluiten. En op wachten die handel. Dat gaat hem heel veel soldaatjes kosten. Tak, min 3. Die denk ik officieel nog wel steeds aan het winnen. Ik kan hem jou wel afpakken. Ja, dat kan. Oeh, dat verhoogt weer lekker wat. Als ik jou inneem, is het 62. Kan ik voor jou nog gewoon lekker een vazalletje maken of zo? Blijkbaar niet. Nou, dan doen we gewoon war reparation, transfer trade power, lots of cash.
And leave it right there. Sentiment. Okay. Dus Hamburg blijft bestaan. Maar sponsort wel even de oorlog goed mee. De Turken zijn dus hier ook weer verslagen. Mooi. Dit lijkt me even een momentje voor consolidate. En dan split. Waarbij jullie deze kant op kunnen. Jullie met een nieuwe general hier wachten. Goed, we zijn dus bezig om de oude coalitie af te straffen. Dat schiet nog niet heel erg op. Met name omdat iemand hier zijn oorlog nog in Brandenburg moet afronden, zodat wij hem daarna kunnen overnemen. Maar dat zal ongetwijfeld snel volgen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. We pakken deze nog even snel mee. We gaan doen wat de gain stability. Ik zeg makkelijk keuze. Goed, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.